vorige week twee keer moest ik ook naar John. Ja, toen kon ik helaas niet daar naartoe. Dus moest ik mijn afspraak afzeggen. Dit treft het publiek gewoon veel te zwaar. Want er zijn heel veel reizigers die naar bepaalde bestemmingen moeten. En dan, ja, dan kom je er niet. Dus, zeker bij dit soort verbindingen naar John of zo. Dat is bijna niet te bereiken dan anders. Dus voor mij zeker niet. Ik reis altijd met openbaar vervoer. Dus. Ik kom hier niet vandaan en ik kon niet in de stad komen van het weekend. Dus best wel. Ik ben blij dat ze weer rijden. Mijn vader is buschauffeur ook, dus die was zelf op vakantie, dus die heeft niet gestaakt. Maar ik vond het wel logisch. Vervelend voor de reizigers, maar wel begrijpelijk. Ja. Merkt je dat ook wel eens aan je vader, dat de werkdruk dus inderdaad heel erg hoog was bijvoorbeeld? Ja, soms wel. Ja, die kan zelf niet echt lang werken, omdat hij een halve meter van zijn darmen mist. En voor hem is het best een probleem als hij dan niet vaak naar het toilet kan. Dus ik hoop dat er een oplossing komt daarvoor. We zijn allemaal blij, hè, dat er toch een akkoord bereikt is. Het is toch wel weer fijn om te mogen rijden, hoor. Opgelucht? Ja, ik wel. En zeker ook voor de toekomstige chauffeurs. Ja, want er is veel bereikt, vindt u, bij dit akkoord? Zoals ik het zo kan zien wel, ja. Heeft u veel reacties gehad van reizigers al of valt het mee? Dit is net mijn eerste ritje, dus dat kan ik nog niet zeggen.